Hoi, wat leuk dat jij weer bij me komt kijken bij deze LOL Surprise Sticker Album video. Ik heb een poosje geleden deze sticker album en stickers gekregen. En ik vond het zo leuk dat ik er een hele serie mee aan het opnemen ben. En in deze aflevering ga ik weer natuurlijk 4 sets openmaken. 1, 2, 3, 4. Hups, die gaan weer terug voor de volgende keer. En ook ga ik vandaag weer iemand noemen die van mij dus mag kiezen uit deze sets met dubbele stickers en kaarten. In de vorige aflevering had Jade Renkema gewonnen en die mocht dus kiezen uit deze sets kaarten. En in deze aflevering zal ik dus ook weer een kijker noemen. En als ik heel veel dubbele krijg in deze aflevering kan ik zelfs 2 kijkers extra noemen die dus uit deze stapel dubbele stickers en kaarten mag kiezen. Goed, laten we gaan beginnen. Even 4 3 sets opzij. We gaan met set nummer 1 beginnen. Zo, in een set zitten 4 stickers en 1 verzamelkaart. En het is een kaart waar je ook een leuk spel mee zou kunnen spelen. Zo, laten we hier vooraan beginnen. Ik ga kijken of we een kaart hebben voor geheime berichten. Nou, keer 2, die zitten daar dan niet tussen. 113, nee, die zit daar niet tussen. 38 zie ik daar ook niet tussen. En 93, nee, geen geheime berichten vandaag. Dan gaan we naar mijn kaart. Ik heb Retro Jitterbug. Jitterbug is een hartstikke leuke pop. En van die pop heb ik ook een keer een Yuvianni pop geknutseld. C26, die heb ik nog niet. Dus ik kruis hem gauw aan. Ik pak mijn kaartendek, mijn bewaarbox. En dan kan die dus bij mijn andere retro kaarten. Nou, hartstikke leuk. Van Team Retro heb ik er nu al 2. Dan gaan we plakken. Ik begin bij de eerste kaart, nummer 38, Little Mermaid. Die krijgt ook een leuk plekje erbij in mijn boekje. Nou, begint al heel erg goed te gaan met deze pagina. Ik heb dus al bijna deze pagina vol. Alleen nog hier 2 stickers. Gaan we door naar de volgende. Zeg het met glitters. Nou, hartstikke leuk. Het is een 3-luik waarin je dus 3 stickers kan plakken. En dit is mijn derde. En dan heb ik dus dit deel in elk geval vol. Nou, ze zijn hartstikke mooie stickers zoals je kan zien. Ze zien er allemaal heel erg flashy, heel bijzonder glittery uit. Nou, hartstikke gaaf. En op deze pagina heb ik dus alleen nog die te gaan. En dan heb ik dus ook weer hier een pagina vol. Dus allemaal stickers die ik allemaal dubbel kan gaan krijgen. Zo kom ik aan bij 113. Oké, nou, weer eentje die ik op kan plakken. Dat vind ik wel heel bijzonder. Het valt me best wel op hoe veel ik toch nog iedere keer kan plakken. Ergens heb ik steeds het idee van, nou, ik heb al zoveel geplakt. Volgens mij moet ik nu voortaan iedere aflevering bijna alleen maar dubbel hebben. Maar ik kan nog steeds wel blijven plakken iedere aflevering. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik zie hier een opdracht. Nou, laten we de opdracht samen doen. Wat heb je nodig als je mee wil doen met deze opdracht? Een dobbelsteen. Nou, druk even op pauze als je mee wil doen en zoek een dobbelsteen. Ik wacht heel even totdat je pauze hebt gedrukt. Oké, heb je op pauze gedrukt? Nou, speel met me mee en stel je LOL Surprise naam samen. Je gaat dus zometeen 3 keer gooien en dan laat je hieronder bij de reacties achter wat jouw LOL Surprise naam is. En dan, als ik je de volgende keer als ik hier weer kom en jou uitkies, dan kleur ik bij de hartjes jouw LOL Surprise naam in. En dan schrijf ik jouw naam erbij. Oké, daar gaat hij. Pak je dobbelsteen en gooi. Wat is jouw voornaam? Heb je 2 gegooid, dan typ je nu bij de reacties Rainbow. Heb jij 5 gegooid, dan typ je Star. Ik zal even inzoomen, dan kan jij goed met me meekijken. Druk dan even op pauze, zodat jij jouw reactie kan typen. Ja, en dan ga ik nu verder met je achternaam. Dus als dit te snel gaat, druk op pauze en je kan ook terugspoelen. Pak weer je dobbelsteen, gooi je dobbelsteen.
En dan, wat is nu jouw achternaam? En dat ga je dan ook weer in de reacties laten weten. Doe het wel in één, hè? Dus niet dat ik ergens jouw voornaam vind en dan 10 reacties verder jouw achternaam en dan weer 20 reacties verder je club. Dus even in één reactie, voornaam, achternaam en club. Oké. Laat even weten, wat is jouw achternaam? Heb je het nog niet gedaan? Druk nu op pauze, want ik ga nu naar beneden, naar club. Zo, hebbes. Pak je weer je dobbelsteen, gooi je dobbelsteen en wat is jouw club? En dan kan je hier kijken wat jouw club is. Nou, ik ben benieuwd wat voor leuke LOL surprise namen jullie eruit hebben gekregen met jullie dobbelstenen. Ik lees het wel weer in de reacties. Ondertussen ga ik door met de volgende sticker. Oeh, het is een poster. Dat is wel leuk. Bij het boekje krijg je dus ook zo'n poster met aan de achterkant leuke opdrachten. En dit is dan zeg maar een hele lange poster. Als je alles heel leuk beplakt hebt, dan zou het een leuk plekje kunnen krijgen in je slaapkamer. Ik heb keer 2. Keer 2 plakken we gauw op. Even een beetje mijn best doen om hem netjes te plakken. Zo, nou. Prima. Dat was de laatste sticker, dus dan gaan we weer door met een nieuwe set. Oh, een kraskaart. Maar volgens mij heb ik die al wel gekrast. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik eentje met een knotje heb gedaan. Maar we zullen zien. Eens kijken. Een kaart en 4 stickers. Ik draai hem even om. Keer, die staat niet tussen de geheime berichten. 175. Nee, die staat hier ook niet tussen. Keer is weer een poster. Die doe ik even bij die andere keer. En 161. Nee, ik moet 167 hebben voor een geheim bericht. Hé, maar dat is leuk. Het valt me eigenlijk nu pas op dat de achterkanten ook allemaal hele leuke plaatjes hebben. Die je dus ook nog heel leuk zou kunnen natekenen of zou kunnen inkleuren. En dan gaan we even kijken naar mijn kaart C20. En C20, die heb ik al, Miss Puppy. Dus, oh, mijn stem, die gaat helemaal weg. Ik hoop dat ik de video af kan maken met mijn stem. En Miss Puppy, die komt dus op de kaart, op de stapel met de dubbele kaarten. Komen we bij de stickers aan. Mijn allereerste sticker, die is dubbel, sticker nummer 175. Dus ook die, hup, op de stapel met de dubbele kaarten. Daar kan ik een van jullie vast wel heel blij mee maken. Oh, daar heb ik per ongeluk een stukje met mijn nagel aangeraakt. Zie je, ik heb een klein stukje gekrast. Mijn excuses. Ja, maar ik zeg mijn excuses, want ik denk dat ik hem dubbel heb namelijk. En deze gaat dus weggegeven worden aan een van jullie. En daar heb ik per ongeluk een heel klein stukje gekrast. Even kijken, 161. Ja, kijk, zie, 161. Die heb ik inderdaad al. Dus dit is mijn allereerste kraskaart die ik dubbel heb. En die gaat dus op de stapel met dubbele kaarten. Nou, dat gaat heel erg snel. Zo kan ik jullie wel heel erg blij maken met allemaal kaartjes. Gaan we naar de poster. Keer 18 zag ik en keer 20. Oh, kijk, hier zie ik al keer 20. En waar is 18? Oh, kijk, keer 18 en keer 20. Dat is leuk. Eens kijken. Hier was de vraag. Het dier dat ik het leukst vind. Moet ik even kijken of ik die vraag al eens aan jullie heb gesteld. En daar de antwoorden bij kan zetten. Ik kan alles worden. Nu word ik een. Heb ik die vraag al aan jullie gesteld? Volgens mij niet, hè? Nou, wat willen jullie worden? Laat eens weten. Begin dan ook. Maak gewoon de hele zin dan. Ik kan alles worden. Nu word ik een. En laat dan weten wat jij op dit moment graag zou willen worden. Wat vind jij leuk om te zijn? Zo, die zit er aardig netjes opgeplakt. Mooi. En dan schrijf ik in de volgende aflevering schrijf ik op wat jullie hier zeiden. Of tenminste de volgende keer dat ik hier op deze poster terechtkom, schrijf ik dat op. En dan moet ik even zoeken. Hadden jullie nou ook gezegd over het dier? Hadden jullie daar al antwoord op gegeven? Ja. Eventjes kijken wat de antwoorden waren die jullie hebben gegeven. Sarah Heilen. Sarah Heilen die had ook inderdaad antwoord gegeven bij welk dier. In haar geval welke dieren zij het leukst vindt. Zo, Sarah Heilen. En jij vond leuk honden en poezen. Honden en
poezen. Nou, hartstikke leuk, Sarah. Leuk dat jij gezellig met ons meedoet met deze, met de LOL stickerboek. Even kijken, iemand anders gaf als antwoord poes. Nou, en jij bent Jos de Doelder. Als ik het mijn eigen handschrift hier goed kan lezen. Jos de Doelder. Leuk, gezellig dat jij met ons meedoet. Hartstikke leuk. En ik zie hier een hamster staan. En iemand anders zei ook inderdaad hamster. En dat werd als antwoord gegeven door Egon Pennings. Volgens mij heb jij je YouTube-naam nu veranderd in nog steeds wel Pennings, maar een andere Pennings. Tenminste, als ik het goed lees in de reactie. In de reacties, Egon Pennings. Nou, leuk, leuk dat jij ook met ons meedoet. En ik vond deze wel heel bijzonder. En dit is een oude bekende van het kanaal hier. En die vond alpaca het leukst. En ik vond dat zo, ja, een alpaca. Ik had niet echt verwacht dat iemand dat als dier zou zeggen. Een poes verwacht ik wel, hamster, ja, maar een alpaca. Nova, wat leuk. Nova Torret, die vindt alpaca's heel erg leuk. Nou, Nova, leuk. Leuk ook om te zien en te lezen dat jij nog steeds hier aanwezig bent bij mij op mijn kanaal. Jij hebt me natuurlijk ooit een keer geïnterviewd. En dat vond ik hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Dan hadden we hier nog één sticker te gaan. Keer 20. Keer 20 gaan we daarop plakken. En terwijl ik bezig ben met mijn sticker los te maken, kunnen jullie alvast meelezen. Wat zijn jullie lievelingsboeken? Welke boeken vind jij echt het allerleukst en vind je een absolute aanrader voor andere boekenwurmen? Ik ben zelf ook een boekenwurm. Ik hou enorm veel van boeken lezen en ik lees ontzettend veel kinderboeken. Op mijn website www.jufjannie.nl plaats ik ook altijd recensies van de leuke kinderboeken. Nou, welke boeken vinden jullie het leukst? Laat het me maar weten hieronder bij de beschrijving. En kan ik dat de volgende keer dat ik hier bij de poster terechtkom, kan ik dat dus opplakken. Volgens mij ben ik weer door mijn stickers heen. Zo, dat ging snel. Ja, de meeste had ik dubbel. Nou, dat betekent, hups, nog een setje. Voordat we nog een setje gaan doen, ik was even vergeten. De vorige keer toen we bij de poster waren, heb ik jullie gevraagd voor outfit ideeën. 3 soorten ideeën. Nou, en die heb ik ook gekregen. Dus ik ga ze even knippen en dan hier opplakken. Eens kijken. Om in te logeren heb ik een onesie gekregen van Babette, die ik zo op ga plakken. En om te, even kijken, om in te spelen. Oh, ik had die misschien wel gekregen om te logeren. Ja, kijk maar, bedtime. Nou, dan doen we het even anders. Je gaat lekker in een onesie spelen. En naar bed doen we om te logeren. Echt leuk, ook dat daar echt bedtime in staat. Die heb ik gekregen van Noemi. En voor een feestje heb ik echt een hele gave gala jurk gekregen. Met voor je handschoenen, wat er echt super tof uitziet. En hele mooie schoentjes. En dat heb ik gekregen van Dilara. Ik heb al meerdere hele mooie tekeningen gekregen van Dilara. Oké, dat ga ik dan even opplakken. Zo, kijk eens aan. Heel mooi ingeplakt. Hartstikke leuke tekeningen voor op de achterkant van mijn poster. Dan kom ik ook meteen bij de volgende vraag. Mijn favo juffen en meesters. Nou, welke lievelingsjuf of lievelingsmeester heb jij in de afgelopen jaren op school gehad? Laat dan even zijn naam achter of haar naam achter bij de reacties hieronder. En dan kan ik er volgende keer 3 namen opschrijven. Die kan ik sowieso de volgende keer gaan opschrijven. En zo komen we weer aan bij setje nummer 3. En dan zal ik wel na het setje bekendmaken wie vandaag uit mijn kaarten mag gaan kiezen. Oh, kijk, dat is een hele mooie sticker. Die ziet er wel heel gaaf uit. Oké, weer 4 stickers en een kaart. Beginnen we eerst even bij de geheime berichten. Heb ik een bericht vandaag? 100. Nee, die staat er niet op. 70 staat er niet op. Ja, kijk, we hebben er weer 1. 168. Oké, 168. En dan hebben we hier als plaatje een
Stopwatch, een soort, of is het een klok? Nee, het is echt, je kan een knop indrukken, dus het is een soort stopwatch. Nou, heb jij een idee wat dat dan als bericht moet voorstellen? Het moet dus bestaan uit twee onderdelen. Sticker 167, maar die heb ik nu niet. En sticker 168. En samen moet het dus een woord hieruit komen. En het tweede deel van het woord is dus moet te maken hebben met de stopwatch. Nou, weet jij het antwoord? Laat het dan hieronder weten bij de reacties. Ik ben heel erg benieuwd of jij hem weet. Goed, en 124, die stond er niet op. Gaan wij naar de kaarten. Ik heb C49. En, oh, kijk, bij de glitterati en op mijn... Kijk, hier, die heb ik dus nog niet. C49, dus die kan bij mij erbij in mijn stapel. Nou, heel erg leuk. Zo krijg ik steeds meer van het spel compleet. Al twee glitteraties. We pakken de kaarten en we gaan op zoek naar nummer 100. Nummer 100. Tiara's are not optional. Tiara's zijn altijd net hartstikke leuk. Leuk om te dragen voorbij een feestje. Zo. Hupsakee. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Nou, hier kom ik ook al lekker ver mee. En de volgende sticker, nummer 70. Ah! Ik denk, waar, ik zie geen 70. Nee, ik zie natuurlijk geen 70. Want die heb ik dubbel. Die gaat op de kaart. En dus als je straks je naam hoort, dan kan je dus natuurlijk die ook kiezen. Want dat zijn de stickers waar je uit kan kiezen. Nummer 168. Ben ik een beetje in de buurt van 100? Hier, 124. Dat is wat dichterbij. Hoef ik wat minder ver te bladeren. 124. Oh, leuk. Oh, kijk. Dit is de eerste ook zelfs hier op deze pagina. Nou, terwijl ik mijn sticker los ga maken, kan jij vast de opdracht lezen. Oké, nou, ondertussen heb jij goed kunnen lezen. Wat zijn jouw sterke punten? Schrijf 3 stoere feiten over jezelf. Nou, laat hieronder bij de reacties 3 stoere feiten over jezelf achter. En dan zal ik de volgende keer dat ik op deze pagina kom, 3 stoere feiten opschrijven. En dan de namen van degenen die dat gezegd hebben in de reacties. 168 en 168. Even zoeken. Kijk eens, kan ik weer plakken? Nou, dat had ik echt helemaal niet verwacht, dat ik zo ontzettend veel kan plakken. Ondertussen is daar ook weer een opdracht. Oh, het is echt een opdrachtvolle video vandaag. Opdracht, opdracht, opdracht. Lees jij ondertussen de opdracht terwijl ik mijn sticker aan het losmaken ben? Zo, 168. En de opdracht is, maak je eigen juichkreet met deze letters. S-U-R-P-R-I-S-E. Kan jij daar een leuke kreet van maken? Bijvoorbeeld in 1 of 2 woorden. Dat je lekker langs de kant staat bij een wedstrijd. En dat kan roepen als juichkreet. Nou, laat jouw antwoord wat jij dus met deze letters kan maken hieronder achter bij de reacties. Voordat ik verder ga met mijn volgende set... Kom ik even bij de sets met dubbele kaarten. Ik kies weer vandaag een kijker uit en jij mag dan 10 stickers en kaarten, 10 stickers of kaarten uitkiezen uit de kaartjes die ik dubbel heb, uit mijn stapel die ik dubbel heb. En jij bent Lois Bouw. Lois Bouw, leuk dat jij iedere keer heel leuk meedoet met deze LOL Surprise video's, sticker video's. En jij mag hier dus 10 uitkiezen. En ik zal straks aan het einde van de video even laten zien welke stickers en kaarten ik allemaal heb. Zodat je daar een goede keuze uit kan maken. Mijn stem heeft het een beetje moeilijk. Sorry, ik hoop dat ik het nog wel een beetje goed zou kunnen afmaken. We hebben nog 1 set zo te gaan. Oh, kijk, die is mooi.
Die ziet er wel heel erg gaaf uit. Oké, weer 4 stickers en een kaart. Gaan we eerst weer bij de geheime berichten kijken. Nummer 44, nee. Nummer 65, nee. Nummer 173, ook niet. En nummer 71, nee, ook niet. Geen geheime bericht. Gaan we door naar de kaarten. En het ziet er nou uit dat... het ziet er nou uit dat ik hem dubbel heb. Maar dat is raar, er zijn er dus 2 dezelfde poppen, lijkt het wel. De ene is Hoops MVP en de andere is Little Hoops MVP. Hoops heb ik al en vandaag krijg ik C9 Little Hoops erbij. Nou, leuk, dan heb ik al 2 uit de Athletic groep. Die gaat even op mijn deck voor mijn spel. Gaan wij door naar de stickers. En sticker nummer 65. Een sportieve pagina. Zo te zien is het ook echt een van de eerste stickers die ik hier kan plakken. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Nou, hartstikke leuk. En gaan we door naar de volgende sticker. Sticker nummer 44. Even gauw bladeren. En die heb ik dus dubbel. Nou, leuk. Dat is een leuke sticker om weg te geven aan een van jullie. Dus die gaat op de set met dubbele stickers. 173. En die heb ik ook dubbel. Zo, kijk eens aan. Ik kan leuke, aardige kijkers blij maken met leuke stickers. En dan heb ik nog 1 sticker te gaan. Sticker nummer 71. Nummer 71, dat is een Surfer Babe en een hele mooie sticker van Surfer Babe. Het ziet gewoon echt super cool uit. Ze is blijkbaar 4 dus geworden in een wedstrijd, want ik zie daar staan 4 en dan Shore, dat is de kust. Ze heeft als 4e waarschijnlijk de kust gehaald. Nou, hartstikke leuk. En ik heb jullie toen gevraagd of jullie een surfplank wilden tekenen. Nou, ik heb heel veel surfplanken binnengekregen. Ik ga er even eentje uitkiezen om op te plakken. Kijk, zo zie je dus de leuke surfplanken die ik heb gekregen van Jasmijn. Voor matches heb ik hier een surfplank uitgekozen en die ga ik dan hier opplakken. En ik had ook nog wel wat meerdere surfplanken. Ik denk, daar kan ik vast wel ruimte maken op deze pagina van Yara. Een hele gave BFF surfplank. En hier heb ik zelfs mijn eigen surfplank gekregen van Lien. Mijn eigen juf Jannie surfplank. Vind ik wel echt super, super, super cool. En ook dit ontwerp van Emily vind ik hartstikke gaaf. Dus die ga ik ook opplakken. De andere surfplanken die ik heb gekregen, die heb ik ook allemaal wel klaargemaakt om te printen. En heb ik ook al wel sommige al van uitgeprint. Maar die ga ik bewaren voor als ik dan verder ga en dit boekje verder ga uitbreiden. Dan zal ik die gebruiken in mijn video's. Dus voor nu eerst even alleen deze. Ik ga het even opplakken en daarna ga ik jullie laten zien welke er allemaal dubbel zijn. En Jade Renkema en Lois Bouw, die hebben dus eerste keuze uit de kaartjes. Wie het eerst reageert, die ze dan ook het eerste, ja, eigenlijk de echte eerste keuze heeft. En dan, je kan natuurlijk meekijken. Wie weet heb jij zelf ook een lijstje met wat je allemaal mist. En die wil je dan voor jezelf bijschrijven, want misschien kom jij de volgende keer aan de beurt. Hier zie je alle stickers die ik dubbel heb. Even voor Jade en voor Lois. Je mag maximaal 5 van deze kaarten uitkiezen. Want ik wil ook de anderen ook kaartjes kunnen geven. 5 van deze kaarten en dan 5 stickers. Je mag ook gewoon 10 stickers. Dat maakt niet uit. Maar in ieder geval maximaal 5 kaarten. Kaarten laat ik zo zien. Dit zijn de stickers. Druk even op pauze en dan kun je even goed de stickers zien. En hiernaast heb ik steeds de cijfers geschreven die op de achterkant staan van de stickers. En druk even op pauze als je nog rustig wil kijken, want ik ga ondertussen de kaarten laten zien. Van de kaarten heb ik C20, C46, C28, C24, C15, C19... en C1. Als je vindt dat ik te snel ben gegaan, druk dan gewoon op pauze tijdens het kijken. Bij het terugspoelen kun je opnieuw kijken en op pauze drukken. Nou, ik hoop dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Doeg! Doepa doe!